deze auto's wordt de stoel gemaakt naar het lichaam van de rijder. En dan gaan ze eerst kijken of de pedalen wel op de goede plek staan. Die kunnen ze verstellen. Verborgen Verlangens is een bijzonder project van de Zorggroep en het Groene Kruis, waarbij kleine wensen worden vervuld. Welkom bij Van Amersfoort Racing. Je hebt denk ik ook wel een beetje benzine in je bloed. Ik denk het ook. Denk het ook, hè? Ik heb gehoord dat je ook een beetje in de racerij gezeten hebt. Als fan van Max, nee, kom verder. Daar staat hij. Ik ken hem wel, de auto. Ja, hè? Dit is de auto waar Max de allereerste race mee gewonnen heeft. In 2014. Ja. Mijn vader heeft vasculaire dementie. En daar is hij al eigenlijk bezig mee vanaf 2018. Maar mijn moeder is 2 januari 2020 overleden. En toen heeft mijn vader zo'n klap gehad dat hij is overgeplaatst naar de Oxidiatrix. En daar nu zit. Dat is tegenwoordig standaard, hè? En dit is opschakelen en dat is terugschakelen. Ja. Nog een beetje veranderd, hè? Dat is voor de radio. Mijn broertje heeft ook altijd gekart. Ik was er altijd aan het spelen. Mijn broertje was altijd met mijn vader met de kart bezig en aan het racen. Dus ja, wij zijn eigenlijk op racebanen opgegroeid en altijd daar geweest. Hij heeft vroeger ook gereden, stokkar, dus samen gekart. En hij heeft alles gedaan voor te zorgen dat ik kon karten in ieder geval. Dit is met een turbo. Had je in Barlo ook met een turbo of niet? Nee. Nee, hè? Had je met de laagste lem al niks. Nee. Met een slangetje erop. Ja, dat gaat hier allemaal wat anders. Ja, en als je hard gaat rijden met een auto, welke auto ook, dan ga je banden slijten. Ja. Ja, hij zat net al helemaal te genieten dat hij binnen kwam lopen en dat hij de auto al zag. En ik denk wel dat hij het echt mooi gaat vinden. Ja, hij lacht veel, hij vraagt veel aan die meneer. Ja. Ja, je ziet het wel aan zijn gezicht. Dat mijn vader toch zijn droom een beetje nog is uitgekomen. Wat dat vroeger is gegaan, hè, Jan. Ook wij opbouwen, weet je wat, van de auto's. Dat is allemaal, ja, maar die hebben nog beter materiaal als vroeger. En alles wat er zit, hebben ze. Dat geweldig. Dat hele vind ik fenomenaal. Ja. Kijk, we maken gebruik van wat we noemen de simulator. Dit is het circuit in Hongarije. Ik vind het geweldig om te zien. Mooi, hè? Die gaat echt vooruit, hè? Ja, dat zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. We hebben alleen Barlo er niet in zitten. Ja, ik denk dat hij hier heel veel plezier aan heeft. Sowieso, je ziet het al aan zijn gezicht. Hij is de hele dag aan het lachen. En ik denk dat dit een mooie herinnering is waar hij veel nog over na gaat denken en over gaat hebben.